Hallo Spanx en Brickers op de Gamepage, en nu aflevering van de laatste van ons. Want ja, dit weet ik niet of wij de allerlaatste zijn, want ik heb er net nog een paar doodgemaakt. Maar we zijn in ieder geval wel niet de meest. We zijn, ja, weet je, we zijn niet de eerste in ieder geval. Dat had ik gezien in Photoshop van The Last of Us en The First of Us en allemaal holbewoners. Dat vond ik best wel grappig. Dat is wel mijn gevoel voor humor. Iedereen. Ik denk dat iedereen het wel grappig vond. Behalve Obama, die zei meteen, oh nee, stoppen, dit moet het land uit, oh nee. Dus ja, weet je, maar Obama, daar moet je niet te veel op letten, dus ga gauw verder. Zo te zien moet ik over dit hek heen. Want het ziet eruit als een uitdagend intiem... Oh, dat is niet goed. En ik heb er geen... Oh, een prullenbak. We pakken de prullenbak. We prullen de prullenbak, we duwen de prullenbak, we lullen de prullenbak. Er zitten prullen in de prullenbak, maar dat maakt niet uit. Er zitten prullen in de prullenbak en ik hou niet van spruitjes. Ik vind spruitjes niet zo heel vies. Al een beetje pindasaus erbij, dan vind ik alles te meuren. Alles is lekker met pindasaus en bacon. Oh, moet ik hem hierheen duwen? Moet hij ergens anders heen dan? Oh, toch wel, hè? Ik wou net zeggen, ja. Beetje zeggen dat ik het niet goed doe. Ah, dan moet ik hier het dak op zeker, of die andere kant? Oh, ik moet er gewoon overheen. Dat kan natuurlijk ook. Bof. Yay! Ik ben zo goed hierin, jongens. Niet meer normaal. Rennen, Joel. Rennen maar. Home stretch, Tess. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Tess moet kaal. Nee, ga. Ik zou het niet erg vinden als ik kaal ging. Oh, kan je niet zwemmen? Nou, weet je, als er een zombie-apocalypse is en je wordt geboren als meisje, heb ik nou niet eens iets van, kom, ik ga leren zwemmen. Moet je gelijk in geven. Ik weet dat jullie getting paid for this, but... Dank je. Dank je. Wel mooie waterlelies of in mijn Minecraft survival dooien, vissen. Het water is ook groen, komt allemaal mooi overeen. En ja, ik ben niet eens zo heel erg nat. Want ik ben altijd al nat. Ik maak alle dames nat, want ik ben Joel. De man met borsthaar. Yes. Nou, ik heb trouwens wel een redelijk natte bibs, moet ik zeggen. Best wel realistisch. Oké, hier is het denk. Hopla. En zijn we nu bij de Fireflies of waar? Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt geen idee wat er gaat gebeuren, dus... Oh god, de Fireflies zijn dood. Dat is altijd best wel... Er moest wel iets gebeuren dat Ellie meegaat voor de rest van het spel, dus ja. What are you doing, Tess? Wil ze de wapens? Maybe they had a map, or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. Handig. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? Yeah, yo. About me. I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess. Yeah, Tess. Vieze vuile, vieze vuile, vieze vuile, mevrouw. Let's just go home. I'm not going anywhere. Oh god, Tess is emo geworden, jongens. Tess is emo geworden. What? What? Oh, oh god, Tess. Je flipt hem nog harder dan een flippo, oh, jong. She's infected. Echt waar? Joel. Hoe weet ze dat? Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Laat me je wondje zien. Oh, Christ. Dat is niet zo mooi, Tessie. Oops. Right? Oopsie floopsie. Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. Ik wou even gewoon een punt bewijzen. Je moet gewoon expres bijten hoor. Het is gek geworden. This crew, he'll know where to go. No. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. Komen er zombies aan? Oh, het leger, dan is het goed, joh. Die maken ons ook alleen maar dood, alleen ze hebben wapens. You have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Dan heb je ze gelijk en kan je net zo goed dood laten schieten door het leger. Make this easy for me. Kom op, Joel. Rennen met je borst daar. Let's fucking go. Dat is wel een heel belangrijke scène in het spel. En ik zit maar grapjes te maken over borst daar. Ellie. I'm sorry. I didn't mean for this. Get a move on. Nou, vaarwel, Tess. Die zien we nooit meer terug. Nee, serieus. Die gaat best wel dood nu.
know you're in there. Drop your weapons and come out with your hands up. Gaat zo nog neerschieten ook, ze is gek geworden. Nou ja, het komt dus neer dat Tess momenteel best wel de leven heeft overgegeven voor ons. Waarschijnlijk horen we nu wat kogelschoten op de achtergrond. I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. Blijven, we moeten hier weg. Oké, nou, rennen jongen. Nou, opeens is het museum in één keer een stuk mooier geworden, dat scheelt. Gewoon blijven rennen jongens. Rennen voor je zak geld. Kan mijn lamp nog aan? Of ja, precies. Bas, boom, mooie lamp. Nou, ik ga tenminste... Oh god. Tess. Moet ik ze neerschieten of niet? Is Tess dood? You, take out the door. You, with me. Yes, sir. Wat moet ik doen? Oh god, ik moet sowieso wegrennen voor die gasten natuurlijk, lijkt mij. Nou ja, ze kunnen hier elk moment zijn, daar heb je helemaal gelijk in. Ik ga maar gauw weg, maar waar? Oh, hier kan ik naar buiten. Mooi. We hebben de uitweg, denk ik. Of moet ik moet hierheen zeker, naar het andere... Hopla. Hopladee. We zijn erdoor. Mooi. We zitten nu in een ander gebouw, neem ik aan. Ja, dit staat los daarvan, dus we gaan de goede kant op. Hier is nog een... Oh, vet! Fucking vet, een sniper rifle. Oh, daar heb ik wel zin in, ja. Don't mind if I do. Een jachtgeweer of zo. Hier kun je wel flinke kills mee maken. Met de, oh, precies, ik zei nog jachtgeweer. Is er nog een jachtgeweer ook? Nou, dat zal betekenen dat we ieder moment... Oh god. Zal ik me stoppen of wat? Oeps. Dat was een raar fonteintje van bloed. Bitch, oh god. Oh god, dit was niet zo'n heel goed idee om het jachtgeweer te pakken. Pak hem, pak hem. Letterlijk. Waarschijnlijk word ik... Moet nu schieten of zo? Oh, dat kan maar ook. Cool. Je moet even heel snel bukken als je wil leven, Joel. Gaat er weer een iemand of wat? Wat gebeurt er? Oh, er staat daar iemand. Lol. Pak even je jachtgeweer, vriend. Jachtgeweer! Jachtgeweer! Ah, verdomme. Ja, dat ging toch wel niet zo goed. Toch alleen maar zonde van mijn helft als ik dit had overleefd, zeg maar. Menselijke vijanden gedragen zich anders dan ze weten dat je een wapen hebt. Dat is best wel logisch, in de theorie. Of in de praktijk ook logisch is, gaan we zien deze aflevering. Oké. Okay. Ik heb tenminste nu een iets hogere kans van winnen, hoop ik. Er zit een beetje bloed hier en daar, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat Jagger weer wel instant kills zou kunnen maken. Dat valt dan weer tegen, maar... Hij doet redelijk goed zijn werk. Bam, bitch! Oké, dat was mis, denk ik. Oh god, moet wel eens even herladen, wel fijn. Kak, weer mis. Kom op, Rick, kom op. Ik vent in één keer, bam. Schiet nou weer mis. God, er staat er iemand achter me, of niet? Ja, er staat er weer daar eentje. Dit gaat sowieso mis, jongens. Ga dood. Oké, hij is dood. Dat scheelt. Het is één stuk om minder in ieder geval. Kom op, Rick. Ah, verdomme. Stop met me neerschieten. Dat was echt een heel scheef schot. De jachtgeweer duurt zo lang om te herladen. Stop hiermee. Stop hiermee. God, epiekes. Ik kan beter gewoon even met mijn revolver pakken. Ja, dat werkt een stuk beter, hoor. Zie je? Bam. Oh, je leeft nog. Zeg dat dan, joh. Ik heb er zo geen zin in. Een van deze gasten moet wel van een health packers bij zich hebben. Dat zou, ik ben er slecht in mikken trouwens, zeg. Omhoog ploppen en mikken, dat is niet meer... Oh god, alleen nog. Gelukkig kan dit ding een paar keer achter elkaar schieten. Dat is zeker mijn redding momenteel, hoor. Het is een stuk fijner dan die andere wapens. Even je zal laden, mijn revolver, denk. Kan ik niet meer laden? Oké, dan pak ik nu even mijn jachtgeweer. Oh, die is al leeg, jammer dan. Oké, dan. Vriendje zit daar. Headshot, hoop ik. Is hij dood? Voor mij leeft hij nog, of niet? Een van deze gasten heeft vast wel een health package bij zich, want ik neem aan dat het spel er ook wel vanuit gaat dat je hier flink wat damage gaat nemen. Ladalala. Iemand van deze mensen heeft vast wat levens voor me, anders dan ben ik er sowieso geweest. Zit er niemand om te schieten? Ja, oké. Handig dat ik het tenminste weet. Is hij hem dood? Wauw, die revolver doet het goed, zeg. Mensen houden niet van gaten in hun lichaam, tenminste, dat blijkt uit mijn onderzoek. Ik heb een vragenlijst, een enquête, langs 10 mensen laten gaan. Ik vroeg, hou je van gaten in je lichaam? Zeiden ze ja. Schoot ik gewoon een gat in een been? Zei ik, nu nog steeds? Zeiden ze nee. En klaar was de enquête. 10 van de 10. Ik weet niet waarom ze eerst ja zeiden, dat weet ik ook niet helemaal. Maar ik heb ze bekeerd in ieder geval. Er moet hier wel ergens een healthpackers liggen. Ik zweer het. Wat is dat? Is dat een healthpackers daar op de grond? Zijn hier nog mensen trouwens sowieso? Dat is wel handig om te weten in het algemeen. Dat is een baksteen. Dat is geen health package, bijna hetzelfde. Baksteen, health package. Zeg, het is achter elkaar. Je hoort gewoon dat het op elkaar lijkt. Go, come on. Oh, dit gaat nog de goede kant op ook, joh. Niet meer normaal. Oké, we hebben een rondje gelopen. Oké, dat is goed. Er moet hier iets zijn, jongens. Kom op.
gaan we lekker deze kant op, denk ik. En dan lopen we verder. En hopelijk vinden we daar ergens een elfpackers, want anders ga ik hartstikke dood. En dan word ik waarschijnlijk gewoon gespawnkilled. Ik heb geen idee hoe dat spel ermee omgaat, als je heel weinig health hebt. En dan, ja. Dan kan je tenminste weer een stok meenemen. Ik ben dol op stokken. Slaat lekker en shit. Heerlijk. Mooie stammen hebben gedaan. Wat nu? Hier gewoon naar beneden, denk ik? Dat is wel hoog, hoor. Dat is wel hoog. Maar ik heb het overleefd. Mooi. Zijn er nog boeven hier, of... Ja, precies. Dat dacht ik dus ook, hè. Dat dacht ik dus ook. Health package blocks. Ze moeten hier wel langs. Oké, daar zijn ze dus. Dat zijn er best wel veel momenteel. Veel momenteel. Misschien ligt hier een health package. Dat zou zo fijn zijn. Ik heb gewoon die health package echt even nodig momenteel. Dus dat is belangrijk. Dat ik hem ook daadwerkelijk ga vinden. Ik kan hier wachten en ze één voor één afknallen. Dat is een redelijk goede strategie. Daar heb je er één. Oké, dit is niet echt een fijne plek of zo om te zijn. Oh god. Oh god, ik heb eentje doodgemaakt, geloof ik. Nou, dan wacht ik wel hier. Op het moment dat ze achter me komen, ben ik de lul. Dus zolang ze dat niet doen, gaat het redelijk goed, hoop ik. Hallo. Kiekeboe. Zit ze achter me of niet soms? Verdomme, ik zei nog. Zolang ze achter me, niet achter me komen, gaat alles goed. Stop daarmee. Meneer, stop eens met die malle fratsen. Stop eens met die malle fratsen. Oh, kut, ik wou weer laden. He's got a gun. Dat wist ik. Bam! Oh joh. Pas eens op, man. Oh god, ik moet heel snel. Ik ben net tegen mijn pistool. Kak. Ik ga dood. Ik ben al dood. Ik ben ten dode opgeschreven. Ik wou eventjes fucking mijn pistool wisselen. Maar bedankt. Voor de gegeven klant DC. Ik heb geen fucking kogels. Ik heb nu al zo'n gevoel van hoe de fuck moet ik dit dan weer gaan halen met zo weinig kogels. En die mensen droppen niet eens kogels. Het zijn fucking soldaten, waarom droppen ze geen kogels? Oh, het probleem is ook al niet terug. In ieder geval lekker help gaan zoeken ofzo. Is dat niet misschien kogels? Zou fijn zijn. Aha, misschien kan ik hier zelf... Ik kan zelf wel even een bandage pakken, maar heb ik wat alcohol nodig en wat troep. Waarschijnlijk is dat het idee. We kunnen zelfs al 3 maken, joh. Lekker verbanddoos, dat is wel fijn. Heb ik tenminste die binnen. Ingedrukt op de wik... Nee, L1. L1, sorry, L1. Hoppakee, kijk, dat is in ieder geval gefixt. Dat is één probleem minder. Hij is dood. Frits. Goed zo, dat roept vast dat ammo voor me. Moet haast wel dat dat ammo is. Is dat ammo? Yes, oké, hij heeft ook een revolver. Dat is mooi. Dan kan ik even gaan. Ik denk dat de volgende ook wel door deze deur komt. Dus die knal ik gewoon meteen neer. Oké, daar ging mijn hele denkpatroon van. Ik denk dat hij wel door die deur. Buk niet voor mijn kogels! Ik ga wegrollen. Wegrennen misschien zelfs. Schiet Ellie maar dood. Ze is toch een sukkel. Ze weet niet eens het verschil tussen bramen en roggebrood. Maar ze is pas 14 jaar oud. Nou en! Het verschil tussen bramen en roggebrood is cruciaal. Oh god, mijn wapen is weer leeg. Nou jongens, dit is weer zover. Het is weer zover. Ik ga hier wel gewoon staan om de hoek en ik wacht tot hij komt en dan sla ik hem in zijn gezicht. Dat weet ik. Dat weet ik. Mijn enige mogelijke overlevingsmanier is dit. Gewoon wachten tot die vent de hoek komt. Hij kan ook gewoon mee reet schieten, maar daar gaat het niet om. Oh, YOLO-strategie werkte redelijk goed, moet ik zeggen. Iemand nog kogels hier? Iemand nog kogels hier? Ik zei nog iemand nog kogels hier, maar dat viel tegen. Nou, wachten gewoon nog een keer. Probeer het. Ik kan in principe gauw een health package ding maken, maar... Ik zie daar weinig resultaat in. Ja. Het probleem is dat, mensen zijn gemeen in deze wereld, vrees ik. Heel gemeen. Ik kan tussen... Nou... Dus heb ik iets van, ja, ik kan het wel proberen, weet je. Als ik toch dood ga, dus kom ik toch weer hieruit. Ga ik even gebruiken. Ik heb nu een knuppel. Ik moet dus even gewoon iemand dichtbij zien te krijgen en dan full YOLO op me afrennen eigenlijk. Dat is het plan. Oh, is er niemand meer die op me schiet? Oké, cool. Oh, daar is hij, oké. Pik! Mijn naam is Rick. Ik sla je voor je bakkes en voor je sick. Oké, daar moet ik even weg, want daar zitten de gasten. Is er nog wat kogels misschien? Oh, een papiertje. Oké, in ieder geval goed genoeg. Waarom droppen die gasten geen ammo? Vraag ik mij dan weer af. De andere wapen is ook leeg, toch? Oh joh, ik heb gewoon nog eens deze met 9 kogels. Dit is niet het beste wat ik kan doen, maar... Het is wel 9 kogels, weet je. Zijn er nog meer van die irritante soldaten, is de vraag. Ik vind dat ik wel redelijk mijn best heb gedaan met ze doodmaken momenteel. Maar het spel zal wel jullie vinden van niet. Zitten ze hier nog in? Hier ligt wel iets van ammo, denk ik. Even mijn lampje aan. Oh, kijk, een health box. Dat is zeker niet verkeerd. Ik vind dat de situatie nog best mooi opgelost. Ik kan vanaf hier misschien wel een van die gasten besneaken. Besneaken, dat is een nieuw woord. Zo van besnijden, maar met sneak. Headshot van maken. Weet je, dan weten ze wel met mijn locatie. Maar ik heb wel een headshot. Dat is wel een goede ruil. Maar een locatie voor een headshot.
Dan komt hier al eentje aan. Oké, dan ga ik die proberen overhoop te knallen. Dan moet ik sowieso wegrennen, want anders dan, kan ik in mijn reet genomen worden. Misschien kan ik het beste sowieso wegrennen voordat ik in mijn reet genomen word. Ik haat het om van twee kanten gepakt te kunnen worden. Ik haat het sowieso om gepakt te kunnen worden eigenlijk, maar... Ze hebben me nu in ieder geval gevonden. Kak, 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 kak! Misschien niet echt veel raak, zo te zien, hè? Dat hebben jullie misschien ook al door, maar ze gaan er niet echt in. Waarin? Ja, in die mensen. Oké, okay, ja, ik zit hier lekker achter, hoor. Ik vind het allemaal best. Bam! Ik weet niet of ik hem nou geraakt heb, of dat hij gewoon op het juiste moment bukte, maar... Het zag er wel overtuigend uit in ieder geval. Gaan ze me weer flanken? Waarschijnlijk wel. Sommige flankers. Oh, hallo daar! Meneer toch, meneer toch. Oepsie floepsie, hè. Bam, in je schouder. Dat vind je niet zo fijn, want ik ga je wel gaan slaan, joh. Je vraagt erom. Ren, Rick, ren, ren hem af. Oh god, twee mannen met pistolen en erop afrennen. Ja, dat is echt een pest die ik ooit heb gehad. Ik ga dood, 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 ik ga niet dood, ik leef, ik leef, ik leef, ik ga dood, ik leef, ik leef, ik leef, ik leef, ik heb de uitgang gevonden. Kom op, Rick, kom op. Hoe? Daar is een trap, dat zie ik, dat zie ik. Oh god, een man. Oeh! Geen kogels meer. Ik leef nog. Als er nog zo'n man komt, ben ik dood, maar... Ik leef nog. Nou, wat gaan we doen? Ik kan health packers gebruiken. Het probleem is wel, als ik zo meteen, verder ben in het spel. Dit is allemaal laatste health package, zeg maar. Als ik zo meteen de checkpoint heb, dan heb ik wel het probleem dat ik geen health packages meer heb. Maar, weet je, we zullen wel moeten, denk ik. Zo gebruiken. Oh, even gebruiken dan maar. Zo. Oh, sorry. Gebruiken maar eventjes. En dan gaan we even alle mensen looten, denk ik. Om te kijken of er nog iets van kogels of waarde in zit. Misschien lopen er nog één of twee piepo's rond. Maar ik heb sowieso wat ammunitie nodig. Anders dan ga ik echt helemaal nergens komen hier. Hopelijk, ja, hier ligt nog iets. Dat was fijn. Vijf kogels heb ik tenminste, dat was wat. Ik hoop dat er binnen dus wat dode people's zijn die nog wat shit voor me hebben. Het liefst alleen dode. Als er een paar levende, een of twee levende zijn, dan kan ik er maar neerknallen. Hallo, iets van een helft of een iets van een troepje. Zou niet verkeerd zijn, mijn beste poepertjes. Mijn beste poepertjes en poeperinnen. Poeperin. Poeper uit. Oh, ik zat er eens liggen in de hoek. Ah, daar. Oh, kijk. Toch even goed terug, hè. Bas, boom. Voor de rest nog mensen hier? Ik vind het wel een stuk moeilijker tegen mensen met pistolen en zo. Dan kun je niet lekker, ja. Dus dit werkt even wat minder lekker gewoon, hè. Best logisch ook als je erover nadenkt. Ja, ik denk dat we de situatie wel redelijk onder controle hebben. Controlen. Hey, nog een. Poepoe. Krijg ze zoveel health packages? Nou, dan loop ik nog best wel mee zoals het spel wil dat ik loop. Ik heb er nu alsnog twee namelijk. Waar moeten we heen? Hier is een mooie schuur. Ik ben dol op schuren. In de club dan natuurlijk, hè. Zo dat je zo'n meisje pakt en dan ga je ze tegen de bibs aanwrijven met je plasser die in je broek zit. Ik snap dat ook helemaal niet, hè. De neergemijnen. Oh god. Oh god. Rennen, Joey! Ik blijf hem ook gewoon Joey noemen. Ik weet heel duidelijk dat hij Joel heet, maar dat maakt mij niet uit. Het maakt mij echt geen ene flikker uit. Ik vind dit soort stukjes vind ik altijd wel vet. Kijk, allemaal schimmels. Oh god. Dat is de schimmel van de geïnfecteerde. Dat is fijn. Maar ademen nu die... Oh, ik heb in één keer allemaal gasmasker op. Mooi. Hier zie ik echt duizend lampje naast me. Oké. Okay. Mooi. Moet ik ze nog doodschieten of moet ik ze gewoon... Ik denk dat ik ze gewoon moet laten lopen, maar je weet het nooit, hè. Ik kan ook mijn lamp aanzetten. Kijken of dat gaat opvallen. Ik denk dat ze me wel gaan vinden in dit moment, of niet? Ja, misschien. Bam, headshot. Oké, hij leeft nog. Kut. Klappen voor jou en tikken voor mij. Wat? Wacht, dat klopt niet helemaal. Oké, kut. Bam, bam, bam. Bam. Oké, daar zit natuurlijk die andere bewaker nog, neem ik aan. Oh, ze zijn nog gescheiden van elkaar. Mooi. Hartstikke mooi. Dan lopen we gewoon lekker verder, denk ik. Oh, hij is er toch nog wel. Of zijn ze achter me? Ik heb geen idee waar. Maar ergens een vijand. En hij is niet zo blij met mij. Nou, laat maar zitten. Oh, daar heb je hem al. Ik heb je geraakt. Ik heb je gemist. Ik heb je gemist. Letterlijk en figuurlijk. Oh, ik dacht even dat ik een loop zag, maar dat is gewoon mijn eigen wapen. Misschien wat revolver-ammo erbij? Nee, nope. Oftewel, deze man moet ik even vol bij zijn bakken slaan. Wacht, dat is werk te doen vanaf deze positie. Bam! Bam, bam, driehoekje, bam. Ik ben nog redelijk goed in die mensen sneakers in één keer aanvallen. Vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk.
Was dat hem? Of heeft een van deze mensen nog ammo? Ik kan ook ammo maken volgens mij. Of vind ik dat later pas recept voor ammo? Ik weet dat het bestaat, want ik had het bij mijn broertje gezien. Hij heeft gewoon dit spel dus geleend, zoals ik de vorige aflevering ook al zei. Best wel good guy Rickard. Ik heb hem geen enkele cent laten betalen. Ik heb de hele game zelf gekocht en hij heeft hem gewoon een week mogen lenen en heeft hem in één keer uitgespeeld. Maar ik heb wel af en toe meegekeken. Eigenlijk was het vooral van, oh Rick, ik zit vast, help me. En dan moest ik het voor hem doen. Dus ik weet al een paar scenario's. Vooral de baas had hier moeite mee. Hoeverre bazen waren, het waren een beetje... Het moesten wel bazen voorstellen, maar het zijn niet echt super zombies ofzo. Die heb je wel een super zombie. Maar ik ga niet te veel spoilen. De bazen waren vooral mensen. Die er nog eens 1000 messteken kunnen hebben. Dat zijn dan vooral de bazen. Maar ja, daar gaat het nu niet om. Het gaat om zwemmen in stinkend water. Ja, boeien. Dat is dan pech. Dan loop je maar door het water. Dan moet je maar water lopen. Druk op rondje om te duiken. En een dingetje om weer naar boven te komen. Oké, cool. Ik druk op rondje om te duiken. Maar er wordt niet zoveel gedoken. Het is ook nog eens verschrikkelijk donker hier. Haat ik. Dat haat ik. Moet ik meerdere keer op rondje drukken? Of wat is je probleem, vriend? In ieder geval, ik bedank voor het kijken voor deze aflevering. Ik zie echt gigantisch weinig hier, totaal niet fijn. Ik bedank voor het kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering, gaan we verder. Is dat nou, dat is Ellie toch? Ja precies. Ik bedank voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet niet de video te liken en te abonneren tot de volgende aflevering van The Last of Us. En dan, ja, dan gaan we verder met The Last of Us en dan kan ik hopelijk wel duiken. Ik druk serieus op het mooie rondje om te duiken, maar er wordt niet zoveel gedoken dus. Ja, dat is jammer. Waarschijnlijk moet ik gewoon iedereen zwemmen of niet. Ja, oké. Zit wel goed. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze avond. Tot de volgende aflevering. Vergeet niet te liken en te abonneren tot de volgende aflevering. Doei!